In de chat, ik heb van bij Balofoji, die bij haar Surinaamse Marons vertellingen. Eerste mattoboek geschreven door Makida Daniel. Het is een hartstikke leuke boek voor de Marons. Maar ook iedereen die interesse heeft in Marons vertellingen. Dus iedereen moet het gewoon kopen. Alla sama mubaya in verkooppunten naar Reditex, dan naar Faco. Vooral in de komende kerstdagen of tijdens een feestje. Het is hartstikke leuk om een matto verhaal te vertellen. Deleting, dive in. Anansi en Mr. Hardtime. Anansi had een goede oogst van zich gewassen. En Sawino had daar kwak en cassave koeken van gemaakt. Ook gerookt vlees behoorde tot de voedselvoorraad. Anansi besloot een deel hiervan op de markt te verkopen en de rest voor magere tijden te bewaren. Aan Sawino zei hij: Sawino, hier mag niemand aankomen. Dit is voor Mr. Hardtime. Sawino vroeg: voor wie? Mr. Hardtime, die komt altijd onverwacht. Dus houd de kinderen weg uit de voorraadkast. Anansi vertrok naar de markt. Niet lang daarna klopte er iemand aan en Sawino deed open. Daar stond een broek magere man. Duidelijk vermoeid. De man vroeg om een beker water die ze hem gaf, met grote slokken die zijn adamsappel op en neer deden wippen. Dronk hij de beker leeg. Vervolgens wies hij naar de manjaboom en verzocht: staat u mij toe een poos te rusten? Ik ben zo moe. Nadat ze hem een bank had gegeven om te zitten, vroeg Sawino: meneer, mijn man zegt ik moet wachten op Mr. Hardtime. Bent u Mr. Hardtime? Ja, dat ben ik. Ah, daar heb ik een boodschap voor u die mijn man voor u heeft achtergelaten. Sawino haalt al het opgeslagen voedsel uit de voorraadkast. Knoopt het samen in een grote doek en overhandigde die aan de man. Hier, dit is voor u, zei ze met een brede glimlach. De man die zijn geluk niet op kon, maakte zich haastig uit de voeten. Zelf bedanken vergat hij. Die middag kwam Anansi thuis na een teleurstellende marktdag. Hij had zijn waar voor minder moeten verkopen dan verwacht. Sawino dacht hem op te vrolijken en vertelde hem dat de verwachte Mr. Hardtime was geweest. Anansi, die er niets van snapte, vroeg hij: Mr. Hardtime? Vrouw, waar heb je het over? Ja toch, je weet toch, Mr. Hardtime, voor wie we de voorraadkast hadden gevuld. Ik kwam langs en ik heb hem alles meegegeven. Anansi veerde op als door een wesp gestoken en schreeuwde: waaah! Vrouw, ben je gek geworden? Hij rende naar de voorraadkast en trok die open, maar het enige wat hij aantrof waren korrels, kwak en de geur van het gerookte vlees. Waaah! Vrouw, you kill me! Hoe kun je zo dom zijn? Mr. Hardtime is niets anders dan zware tijden wanneer wij niks te eten hebben. Ja, ik dat weten als je in raadsels praat. Ja, met jou moet ik altijd in raadsels praten, want normale taal versta je niet. Oh my god, hoe nu? We komen nog om van honger. Welke kant is die boef afgegaan? Ja, hij is in de richting van het bos gegaan, maar die zal lang weg hoor. Hoe ziet hij eruit? Mama, mia yene, ik zou pas voor mijn vrouw voor je kotjuspan. Dat want dat je even wat sabi van verhaal wakamo, in bepaalde egi boeken naar Faco of Reditex.